Zien we hier de funderingen van allemaal huisjes. En wat je hier ziet is echt hoe Amsterdammers in de 18e en ook de 19e eeuw woonden. Hoe klein het was, hoe op elkaar gepakt. En hoeveel mensen wonen dan op zo'n huisje? Het is bekend dat in deze kelderwoningen dat er wel gezinnen waren van 8, 7 mensen die daar bij elkaar sliepen. En in het huisje hiernaast zie je ook dat ze een tussenmuurtje hebben gemaakt. Waarschijnlijk om een apart kamertje te maken. Een beetje privacy. Een beetje wel, hè. In de fundamenten kan je nog een houten vloer zien en oude waterkelders waar bewoners hun regenwater verzamelden. En daarnaast liggen de resten van een scheepswerf waar Amsterdam boten liet bouwen. Al met al een hoop te onderzoeken en te vinden. Die activiteiten van wonen en werken hier op Oostenburg, ja, komt heel goed tot uitdrukking in deze vondsten. Wonen, thee drinken, maar we zien ook de industriële activiteiten, namelijk een troffel. Wat we hier zien zijn een aantal flessen. Laat 19e eeuw. En hier heeft drank in gezeten. Dat deden ze toen ook? Dat is van alle tijden. Ja, en blijkbaar ligt er nog van alles verstopt in de grond. Oh, die trek ik hier zo uit zand. Die vind je net. Ja, die vind je. Je loopt hier even voorbij. Ja, ik zag hier zo'n randje. Ik dacht, hé, dat is geen aarde. Er wordt dus nog even gegraven en de belangrijkste vondsten veiliggesteld. Maar zodra de archeologen klaar zijn, dit gaat plat en hypermoderne panden terug. Komt er weer terug en dan over 300 jaar komen er weer andere archeologen. Die gaan de hypermoderne panden weer opgraven. En die gaan dan iets verzinnen over wat er toen gebeurde in 2013. En zo blijft de geschiedenis van Amsterdam altijd levendig.